hier om te kijken hoe de organisatie van het Magica Festival in Almelo gaat verlopen. En voor zover ik het nu kan bekijken, wordt het ten eerste heel goed georganiseerd door Marianne, die iedereen hier kent. En verder, ja, een prachtige locatie. En we hebben een stel hele goede goochelaars die hier gaan optreden, waar de Almeloers en mensen van verder buiten heel veel plezier aan zullen beleven. Misschien is het best als ik met dit koord, dat ik meteen maar begin om er een eind aan te maken. Oh, liever niet hoor. Ja, het is toch wel. En een aantal theaters die worden in de leegstaande winkelpanden gemaakt. Dus dat wordt er helemaal betoverend Almelo, zou ik kunnen zeggen. Het lijkt me dat het heel goed en leuk gaat worden. Nu zijn we hier in het oude pand van Van der Bijl, aan de Grote Straat. En wat gaat er gebeuren en wanneer? Nou, dat ondervindt een metamorfose, dat is ook wel toverachtig. Want het gaat House of Magic heten tijdens dat festival wat van 11, 12 en 13 september hier in Almelo plaatsvindt. Dus als ik nu een koord neem en ik maak daar zo'n lus in en ik doe het over mijn hoofd heen en leg er dan een knoop in, dat is toch overtuigender lijkt mij en ook wat prettiger. En dat trekt dan zo dwars door mijn nek heen en dat was het ene was het begin van het einde, dit was het einde van het begin.